In deze videotraining laat ik zien hoe je SEPA-betalingen kan verrichten. Voordat we de inrichting doorlopen, moet je eerst zorgen dat je al je bankrekeningnummers omzet naar IBAN-nummers. Dit is eenvoudig te realiseren en bekijk je voor de video die nu in je beeld staat. Door het uitvoeren van die video zullen alle rekeningnummers ook een IBAN-nummer krijgen. Je kunt het eventueel nog controleren door een weergave aan te maken bij de crediteuren die de gekoppelde rekeningen laat zien. De volgende stap is het inrichten van SEPA-betalingen in de bankrekeningen. Ga in startmenu Algemeen onder Inrichting naar Instellingen Betalingen Bankrekening. Op het tabblad Bankrekening is als het goed is een IBAN-nummer gevuld. Ga vervolgens naar het tabblad SEPA-betaling. Selecteer hier het nieuwe bestandformaat SEPA Credit Transfer. Bepaal waar het betaalbestand wordt weggeschreven en met welke bestandsnaam dit gebeurt. Vink eventueel SEPA-betalingen direct verwerken aan als je direct na het toevoegen van de betaalopdracht de wizard wilt opstarten voor het verwerken van het betaalbestand. Selecteer vervolgens het dagboek en de tussenrekening voor het boeken van de betalingen onderweg. Leg eventueel een minimum en een maximum bedrag per crediteur en een maximum bedrag per opdracht vast. Eventueel kun je je rapporten opgeven voor de opdrachtbrief en de specificaties. En bepaal eventueel een berichtschabloon voor de mailing van de betalingsspecificatie. De inrichting is nu gedaan. De werkwijze van het maken van een betaalopdracht is zo goed als hetzelfde als je gewend bent. In startmenu Financieel ga je onder Crediteur naar Betaalopdracht. Selecteer je bankrekening. En het enige wat nu anders is, is dat je bij de betaalwijze nu kiest voor SEPA. Hierdoor selecteert Profit alleen de openstaande posten van de crediteuren die zijn ingericht voor de SEPA-betalingen. Je kan dus ook nog gewone betalingen doen in plaats van SEPA, door een andere betaalwijze op te geven. Tot zover deze videotraining over SEPA-betalingen.